Meneer Vraaij, wat is u het meest bijgebleven van het 100-jarig bestaan? Nou, eigenlijk was het een inschakeling van veel hoogtepunten, vond ik. Ik vond de opening van het museum fantastisch, waar ook alle oud-spelers en dergelijke waren. Daarna werd de poort van Fan United, waar die ze een beetje aangepast hadden en verguld hadden, was mooi. En daarna natuurlijk voor mij unieke feit van hetgene hier, het onthullen van de gedenkstenen. Meneer Vraaij, waarom moet de media het 100-jarig bestaan zo nadrukkelijk koppelen met de wedstrijd PSV Cambuur en dan zeggen, het eeuwfeest is eigenlijk in het water gevallen, om het zomaar uit te drukken? Ja, dat vind ik nog een beetje, dat vind ik overdreven. Ik bedoel, het is natuurlijk jammer. Ik zou het woord jammer willen gebruiken, maar ook meer niet. Ik bedoel, een eeuwfeest staat apart en dan moet je loszien van een eenmalig resultaat wat op zo'n dag behaald wordt. En, nee, ik vind dat, moet ik zeggen, overdreven, dat ik dat woord dan gebruik. Meneer Vraaij, we willen even terugkomen op de wedstrijd AC Milan-PSV. Ik moet natuurlijk toegeven dat, laat ik het zeggen, na het fantastische begin er een beetje sleet mag je niet zeggen, maar toch op dit moment even iets minder is het niet. Het was niet alleen de wedstrijd tegen AC Milan, het was natuurlijk ook een beetje teleurstellend in Almelo bij Heracles. En niet dat ze tegen AC Milan slecht gespeeld hebben, maar er miste toch een beetje creativiteit. En ik vind, deze jonge ploeg mag zo'n wedstrijd verliezen, al was de uitslag wat groot. Maar ik heb met name zowel tegen AC Milan als afgelopen zaterdag een beetje gemist eigenlijk. Ons middenveld. Ik bedoel, we hebben natuurlijk drie fantastische middenvelders, maar zowel Wijnaldum als Maher, die komen op dit moment een beetje onvoldoende uit de verf. Ik vond dat tegen AC Milan heel erg opvallen en afgelopen zaterdag opnieuw. Dus ik hoop dat Philip erin slaagt om dat middenveld laat ik het zo zeggen, te laten functioneren naar de capaciteiten die ze hebben. Meneer Vraaij, de wedstrijd PSV Cambuur? Ja, zoals ik zei, of dat nou kwam door alle gebeurtenissen rondomheen, waar onder andere Wijnaldum naar verwees, of dat je zegt, kan zo'n jonge ploeg die natuurlijk niet gewend is om twee keer in de week, niet alleen om twee keer in de week te spelen, maar de wedstrijd van afgelopen week ook nog in combinatie met zo'n reis, een heel andere ambiance daar in Milaan, waar de jongens natuurlijk nog absoluut niet aan gewend zijn. Dat had vroeger ook al bij de ervaren spelers, merkte je altijd dat na zo'n wedstrijd, met name de zware Europese wedstrijd, dat je dan altijd een terugslag krijgt. Dus wat dat betreft is het, als je het historisch bekijkt, en na alle dingen is het niet zo verwonderlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Meneer Vraaij, waar moet het naartoe als in betaalde voetballen spelers verkocht gaan worden voor 100 miljoen euro? Ja, het is natuurlijk van de idioten. Het moet natuurlijk ergens beginnen om een hele stroom op gang te krijgen. Want degene, de Tottenham Hotspur die de speler verkocht heeft, die hebben zelf weer zoveel spelers ingekocht dat ze al meer dan 100 miljoen weer geherinvesteerd hebben. Dus op zich rolt het, maar ja, het is natuurlijk idioot hoe dit op dit moment verloopt. Bovendien, kijk, als je dan nou praat over iemand uniek zoals Messi of Ronaldo, die natuurlijk ook nog een geweldige uitstraling en een marktwerking hebben en daardoor in de commercie natuurlijk nog heel veel geld opbrengen door de image light, door de shirts die ze verkopen en dergelijke. Maar ja, die uitstraling die mist toch een beetje, denk ik, deze speler die toch, ja, voor mij althans, een hele goede, fantastische voetballer is, maar toch niet in totaliteit kan tippen aan, niet alleen aan de kwaliteiten, maar ook aan de uitstraling van Ronaldo en de Messi. Dus ik vind het idioot een beetje. Meneer Vraaij, er komt een hele belangrijke uitwedstrijd aan voor PSV straks. Twente PSV. Ja, dat is een schitterende krachtmeting, denk ik. Kijk, we zijn nu, iedereen vliegt weer uit natuurlijk. Maar dat geldt ook voor Twente, dus wat dat betreft ben je een beetje gelijkwaardig. En ik denk dat PSV
Twente op dit moment voor Nederland denk ik een echte topwedstrijd is. En ik heb toch wel als we volledig zijn en Bakali zou weer terug zijn en dingen, dan heb ik er toch heel veel vertrouwen in dat we ook in Twente nooit echt moeilijk gaat. We hebben wel ooit verloren afgelopen jaar, maar in de meeste gevallen wonnen we of speelden we gelijk. Dus ik hou het toch op een klein overwinningje voor PSV. 2-1. Meneer Vrij, we staan bij de Steen. Wat vindt u van de Steen? Ja, ik heb al gezegd, ik vind het eigenlijk fantastisch hoe het gedaan is. Het is alleen zo dat het natuurlijk... Dat het natuurlijk niet helemaal duidelijk overkomt, omdat het, ja, het ligt op een grote plaats en het heeft een beetje dezelfde kleuren. Maar als je er goed op kunt lezen, dan kun je heel veel geschiedenis van PSV hierop terugdringen. Er is nogal wat gedoe geweest over het embleem. Dat zou niet het eerste zijn wat ze hier hebben. Maar ik dacht, maar laat me zo zeggen, ik laat me graag overtuigen als het niet zo is, dat het embleem waar ze het nu over hebben, wat gevonden zou zijn en dat het eerste zou zijn. Ik dacht dat dat van Philip Voetbal was. En Philip Voetbal was, zoals velen weten, de voorganger van PSV. Ik dacht toch dat dit het eerste officiële PSV-embleem was. Ik weet niet meer.